Het kinderfietsplan is ervoor bedoeld dat kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben, in ieder geval ook een fiets kunnen krijgen. En daarmee natuurlijk ook de fiets kunnen gebruiken om bijvoorbeeld naar school te gaan. Nou, het kinderfietsplan maakt dat mogelijk doordat een samenwerking van partijen via Stichting Leergeld en ook bijvoorbeeld ook Mons fietsen in het centrum van Spijkenisse, dat daar een fiets kan worden georganiseerd voor een kind. Nou, wij vinden het belangrijk dat ook kinderen, maar ook gezinnen waarvan ouders weinig geld hebben, en denk ook aan deze tijd waarin dat natuurlijk ook echt een vraagstuk is geworden als het gaat over de energiecrisis, dat zij wel altijd mee kunnen doen. En dat zij dus ook net zoals vriendjes en vriendinnetjes op school op de fiets naar school kunnen en niet worden uitgesloten van sociale activiteiten. Het idee is ontstaan vanuit een gemeenteraadslid die via het AWB fietsenplan op het idee kwam van hey, is dat ook iets voor de gemeente in Issewaard? En dat zijn we gaan onderzoeken als gemeente. En dat onderzoek is positief uitgevallen en we hebben een samenwerking op gang gezet met de lokale partners om het ook gewoon te gaan regelen, zodat we ook voor onze kinderen fietsen ter beschikking kunnen stellen als dat niet vanzelfsprekend is. Ouders kunnen terecht op via twee manieren. Dat kan via onze eigen website als gemeente in Issewaard, maar ook die van Stichting Leergeld. Daar kunnen ouders terecht om ook in gesprek te gaan om te kijken of dat ze inderdaad in aanmerking komen voor een fiets voor hun kind. En dat is eigenlijk de beste route om ze snel mogelijk mee te kunnen doen. We toetsen het inkomen van ouders. Dat doet dan ook in zo'n geval Stichting Leergeld. En dat is een hele ruimhartige regeling. Ook als we kijken naar de regio, zijn wij de meest ruimhartige in de regio als het gaat over de grens. Dat is namelijk 150% van de bijstandsnorm. Dus dat maakt dat alle mensen die een bijstandsuitkering hebben of daarboven zitten, daar ook in aanmerking voor komen zodra het onder die 150% valt.